De opdracht is: schets organisaties en de rol van HR in 2025. Laten we starten bij wat we kennen. In 2016 zijn bedrijven door de eerste internetbubbel heen en hebben exponentiële technologische ontwikkelingen doorgemaakt. Niet alleen bedrijfsmatige processen, maar ook people-processen zijn veelal geautomatiseerd geraakt, lean gemaakt of geoutsourced. Stafafdelingen krimpen terwijl organisaties massaal hunten op technische talenten. Onderscheidend vermogen ligt bij organisaties. Generatie X en Y lagen al uit elkaar, maar in vergelijking met millennials hadden bedrijven het nog makkelijk. The entitlement generation. En dan met name de beta's stellen hoge eisen aan hun werkplek. En ze zijn ook nog in een positie waarin ze dat kunnen doen. Er is dusdanige schaarste dat organisaties wel over de brug moeten komen met een sterk peopleplan om al die jonge talenten te binden, te boeien en te behouden. Laten we kijken naar 2025. HR is nu al vaak niet meer enkel een administratieve afdeling, maar in de toekomst wordt het nog belangrijker om te werk te gaan als sterke businesspartner. De Human Strategy moet feilloos aansluiten op businessdoelstellingen en om dit te verwezenlijken moet je een sterke afdeling neerzetten die zich hoog in de organisatie positioneert. Bedrijven zullen zich nog meer moeten aanpassen aan wat de nieuwe generaties willen, om een aantrekkelijke werkgever te worden en te blijven. En met de opkomst van steeds meer kleine en innovatieve start-ups wordt het steeds moeilijker om succesvolle mensen aan boord te krijgen van grote organisaties. Daarbij moeten we rekening houden met nog veel meer technologische vooruitgang. De opkomst van artificiële intelligentie, robots en data-driven design gaat nog eens een echte revolutie betekenen in hoe organisaties hun bedrijfsprocessen inrichten. Maar heel eerlijk, 2025 is al over 9 jaar. Hoe business en HR er dan uitzien is al lang in boeken beschreven en door het allerbeste top HR-talent voorspeld. De meest innovatieve en dynamische organisaties zullen al best voorop lopen, maar de grote logge bedrijven zien er gewoon nog zo ongeveer uit zoals nu. Veel interessanter is de vraag: hoe zien organisaties en de rol van HR eruit in 2050? Klinkt misschien ver weg, maar voor mijn generatie is dat zeker iets om over na te denken. Waarschijnlijk maken we nog wel een tweede internetbubbel mee. Of valt de EU uit elkaar, waardoor landsgrenzen vervagen en globalisatie maximaal wordt doorgezet? Misschien komt er wel een alien invasion. Oké, misschien geen alien invasion. Maar er kan in 34 jaar een hele hoop gebeuren. En ik denk dat organisaties er tegen die tijd wel heel anders uit zullen zien. Bedrijven zoals we ze nu kennen, bestaan niet meer. Onderscheidend vermogen ligt bij de workforce. Talenten bundelen zich in communities van ZZP'ers om zichzelf als team aan te bieden aan personen of diensten. Netwerken zitten online en kantoren zijn enkel nog gedeelde ontmoetingsplaatsen. Doordat de globalisatie is doorgezet, is er op elk vlak genoeg talent. Bovendien werken we nog maar 4 uur per dag, want er zijn genoeg mensen om het werk te delen. En we hebben toch allemaal voldoende drinkwater door zoutwaterzuivering, stroom door zonne-energie en voedsel door genetische modificatie. Kunnen onze extra tijd bovendien goed gebruiken voor het bijblijven met technologie, het werken aan onze creativiteit en het investeren in onze nakomelingen. En wat is dan nog de rol van HR? HR-afdelingen bestaan niet meer. Payroll, administratie, recruitment, het is allemaal geautomatiseerd. Opleiding en ontwikkeling is verweven in alles wat we doen, dus learning en development afdelingen zijn er ook niet meer. Dat betekent dat als je in 2050 nog steeds aan de slag wil binnen HR, je moet bekwamen in de technologie achter de automatisering en bijvoorbeeld de algoritme gaat ontwikkelen voor data-driven recruitment. Of ZZP'er-groepen coachen in hun netwerkskills. Of je start je eigen HR-community en geeft bijvoorbeeld advies over wet en regelgeving aan andere communities. Dat is hoe ik de ontwikkelingen voor me zie. En ik denk dat het helemaal geen gek idee is voor de generatie van nu om daar nu alvast mee bezig te zijn. Maar who knows? I could be wrong.